Heren, goedemorgen. Welkom bij deze creatieve sessie. Ik weet dat wij al wat verder in het proces zijn, met ons idee, de koffie, ja, weet ik niet. Ja, het zal er wel wat van. Het een en ander inmiddels. Ik wil toch dat jullie een beetje teruggaan met je hoofd aan het begin van het proces. Van hoe was het toen? Toen hadden we deze ideeën die we nu hebben, hadden we allemaal nog niet. Dus dat wil ik eigenlijk met jullie gaan doen vandaag. Ik heb vandaag een techniek uitgekozen die heet de superhelden techniek. Of de helden techniek, ik weet niet precies hoe die heet. Wat ik wil gaan doen is, jullie hebben allemaal vast vroeger of misschien nu ook nog wel een superheld. Iemand waar echt van veel tegenop keek. Dat kan iemand zijn, ja, een superheld, dat kan iemand zijn tv, die in veel films speelde. Bijvoorbeeld in jeugdseries of zo, een fascinatie, ja, ik weet niet. Zo iemand kan dat zijn. Ik wil graag dat jullie allemaal individueel die held voor jezelf opschrijft. En behalve alleen de held, ook nog de eigenschappen ervan. Dus echt, ja, wat straalde die uit, zeg maar, wat is zijn karakter en wat voor superkracht had ik geen? En waarmee lost hij problemen op? Ik wil graag dat jullie dat individueel doen. Voor mij, als het kan. Zijn wij klaar? Even klaar. Ja. Wil klaar? Ja. Nou, als het goed is, hebben jullie dus nu gekozen superheld. Gewoon een avonturenheld, weet ik veel, hebben jullie opgeschreven met verschillende eigenschappen. Zoals jullie weten hebben wij een idee bedacht. En het idee is voortgekomen uit een probleem dat wij hebben geconstateerd. Wat ik nu wil gaan doen, is misschien best wel lastig, is het probleem. Voor je zien, dus het probleem nou, eigenlijk bij ons is de lange wachtrij en de langzame service die we hebben. Hier op de school en ook eigenlijk in heel Nederland, want mensen heel druk zijn tegenwoordig. Dit is net snel koffie en niet in de rij hoeft te staan. Ik wil dat jullie dat probleem pakken, dus van de lange rij en de langzame service. En die opschrijven en dan voor je eigen persoon kijken hoe die held dat probleem op zou lossen. Ik misschien heel raar in het begin van het superheld, ik had een koffieprobleem oplossen. Maar doe het nou. En vanuit daar gaan we kijken of we ook realistische oplossingen kunnen verzinnen. De oplossingen die jullie bedenken met jullie superheld. Ik wil graag kort even weten wat voor helden jullie hebben gekozen. Dus Mark, beginnen we bij jou. Oh, beginnen we bij mij. Ik was korte helden hoor, wie die heeft. Ik was vroeger en nog steeds wel aardig fan van Bassie en Adriaan. Ja. Wie niet? Ja, wie niet inderdaad. Iedereen is ermee groot geworden. En ik heb ze beide even opgeschreven, maar ik zal licht Bassie wel even toe. Ja. Die was altijd vol van kattenkwaad, gewoon een dom persoon ook eigenlijk. Altijd vrolijk. En functioneert eigenlijk niet zonder Adriaan erbij. En om even op je idee te komen van hoe hij dat dan zou kunnen gaan oplossen. Ik dacht misschien met de lange wachtrij dat hij dan langsloopt of zo en dat hij dan misschien bestellingen opneemt. Dan maak je de mensen in de rij ook weer wat vrolijker, denk ik. En dat... Doe je nu Bassie? Ja, ik bedoel nu Bassie inderdaad. Ja. Dat hij langs de koffierij loopt en dat hij dan misschien de bestellingen kan aannemen. Ook. Dat ook de wachtrij wat vermindert. In de zin van dat hij te dom is om te lui in de rij te staan. Precies. En dat hij inderdaad langs gaat lopen. Een beetje de gemakkelijke weg zoekt om aan zijn koffie te komen. Precies, ja. Dankjewel. Ga je koffie bestellen natuurlijk. Teun, welke held heb jij gekomen? Ja, mijn held was Donald Duck. Kijk eens aan. Ik heb een paar eigenschappen van hem. Donald Duck was altijd heel snel boos en dan werd hij helemaal wild en alles, ja. Alles moest kapot. Had altijd ongeluk, niks had ermee. Werkte heel veel. Had ook niet veel geld. Nee. Noemde dat geen stuiver op zak. Nou, wat ik dacht, Donald Duck, als hij dan, omdat hij veel werkt, heeft hij niet veel tijd en dan wilde ik toch zijn kopje koffie halen. Omdat hij dan die rij ziet, dan wordt hij echt super boos en dan doet hij alles, ook een beetje de vechtmanier. Alleen omdat hij niet zoveel geld heeft, dan staat hij bij de koffiebar en dan komt hij alsnog tegen een probleem aan dat hij geen geld heeft voor een kopje koffie. Dus dan heeft hij misschien die mensen in die rij toch wel nodig om te bedelen of zoiets. Dus dat zou Donald Duck doen, denk ik. Ja, een beetje hetzelfde al inderdaad van Tedo. Dat hij uiteindelijk wel bij de koffie is, vooraan in de rij, alleen dat hij geen geld heeft, dus dan zit er een beer tegen. Precies. Nee, dat is natuurlijk niet oplossen, want dan kunnen we koffie natuurlijk niet gratis weggeven. Nee, dat klopt. Maar het idee kan natuurlijk wel vrij gemakkelijk op een of andere manier, dat hij dus niet in de rij op te staan, waar hij geen van moet. En omdat hij zo weinig tijd heeft. Zo weinig tijd heeft, is natuurlijk een... groot voordeel van de app die we hebben, dat het natuurlijk wel mogelijk is om het passend te bestellen. Maar weer, dat was het dan. Dank jullie wel voor jullie aandacht en
Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Zeker weten. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, bedankt. Ja, alsjeblieft.